We zijn in de begraafplaats van Atem, gelijk dat we onszelf noemen. En wij zijn in de begin begonnen met het organiseren van rondleidingen op begraafplaatsen, binnenland. Overdag buitenland. Of 's avonds? Overdag. Ik durf dat ook al eens 's avonds doen, maar normaal is het in de dag. Hoe word je daar fanaat van? Hoe komt het dat je daar nu... Dat is een afwijking, hè? Ja, voilà. Dat is een afwijking, dat wordt langer werker. Hè. Ons museum is een verzameling van objecten aan boord van 3 drijvende schepen hier afgemeerd. Eigenlijk pre-masttoestanden, hè? Dus in de Bonaparte-dok, dat de eerste sluisdok was tussen Schelde en de haven. Dus de bedoeling was een verdwijnende leefwereld, gelijk deze schepen hiervoor, dus in die houten waal hiervoor, dat type schepen is verdwenen. Als je nu een schip ziet en je vergelijkt dat met het leven van de schipper van toen, dat is hemelsbreed verschil. Dan is nadien ook de behoefte gekomen om bijvoorbeeld iets te doen aan dat funeraire erfgoed, dat in der tijd nog heel, laten we zeggen, stiefmoederlijk bedeeld werd in Vlaanderen. En wij hebben ons dus ingezet om dus bijvoorbeeld monumenten, grafmonumenten, die met ondergang bedreigd zijn, van de ondergang te redden door grafconcessies over te nemen, kleine herstellingen uit te voeren en ze te onderhouden. Fernand Wits, de grote baas van de Katoenatie, die heeft de laatste jaren heel veel kleine firma's overgenomen. Uh-huh. En iedere keer dat zo'n firma overneemt, komt er een oud magazijn leeg en dan komen daar nog werktuigen tevoorschijn die al 20, 30 jaar geen dagje meer gezien hebben. Ah, ja. Maar op de duur was dat zoveel dat er een berg is waar je niet meer kon overzien. En dan heeft Fernand een archivaris aangesteld, fulltime. En dan heeft hij aan ons gevraagd, 6 ex-dokswerkers, om al die stukken te erkennen en te rangschikken. En nu zijn we ermee bezig met dit te renoveren. Maar het gaat niet over een paar stukken. Het gaat over 1000 stukken. Over wat voor stukken spreken we dan? Ja, dat gaat van de motorkraan tot de kleine krukhaak. Al wat aan de haven gebruikt wordt van materiaal, komt dat tevoorschijn. Een schipper die wat welstand had van een auto wel, had zijn eigen paarden. En die woonden in een stal van voor of opzij. Dus voor de wonst van die schippers. En dus morgens werden die paarden aan de wal gebracht en die schip werd aangehaakt. En zo trok men dan langs de kanalen in België en vooral in Frankrijk, die lange kanalen van de Canal du Midi. En betekent dat dan ook dat je die verplaatst? Als je zegt nee, een grafmonument kun je moeilijk verplaatsen. Ah, ja, die monumenten waar wij het over hebben, dat zijn monumenten die er al 50 jaar, 80 jaar staan. En daar moet je dus heel omzichtig mee te werk gaan, want zelf met kleine restauraties gaat je dikwijls dingen meer naar de knoppen doen dan dat zal waren, omdat die daar zoveel jaar in weer en wind staan, die zijn heel, heel gevoelig voor alles en nog wat. Hè. Dus de krukhaak die ik hierbij heb. En laat me eens zien. Ja. Hou jong. Ja. Voorzichtig. Ja, kapitein Haak. Deze is meer dan 100 jaar oud. Die wordt al zolang als de haven bestaat gebruikt. Dat is zeer zwaar werk. Door houten schepen, het lekte, zegt mijn collega hier. En inderdaad, men vertelt soms dus dat een schipper in een houten waal s'avonds altijd met zijn been buiten zijn bed sliep. Als hij naar water voelde, kon hij nog rap wat doen. Een tweede zaak is dus om het lekken te vermijden, dat men de koeienvlaaien ging halen en die smeerde tegen de zijwanden van het schip om dus het hout vochtig te houden en dus watervrij. Dus dan rook er lekker. Is er nu al plaatsgebrek op die grafplaatsen, dat sommige dingen, dat in maar plaats moet geruimd worden? Ik ben even heel cru. Hè? In 1971 is er een wet gestemd dat eeuwigdurige concessies niet meer bestaan. Dus dan zijn er een hele hoop van die oude concessies, door het feit dat er geen beleid was, of onvoldoende beleid, zijn die gewoon in de container gekieperd. Het tweede is ook, wij zijn bijvoorbeeld in Antwerpen, zijn wij koploper kwestie van de cremeren. Wij zitten bijna aan 70% crematies. Dus plaatsgebrek gaat er zeker niet zijn. En men zegt ook, een houten schip is te vergelijken met een dure, is te vergelijken met een vrouw. Het is even moeilijk te onderhouden, zegt men. Nu geef ik terug het woord aan mijn collega. Ja, dat is veilig. Je moet nooit vergeten, de schepen moesten 4 uur Schelden afvaren, wat een geweldige handicap was tegenover de Hollandse havens. Ja. Dus dat moest ergens sneller gaan hier. Ja. Maar op één dag waren die 4 uur Schelden gemakkelijk goed gemaakt. Het was ongelooflijk als het werkt.
denkt, als voor een jaar of ding. Je kunt het draaien of keren, maar je denkt, als toch vaak.